welkom in Oba Linnaeus. Ik ben Maaike Bergstra en naast mij zit Saskia Goldschmied, die vandaag te gast is bij ons bij Oba Linnaeus Live. Het maandelijkse programma hier in Oba Linnaeus al een hele tijd. En eerst was dat altijd de laatste donderdag van de maand, maar het zal jullie misschien opgevallen zijn als je hier al vaker bent geweest dat het nu de eerste donderdag van de maand is. Sommige dingen veranderen en de redenen daarvoor zijn totaal onbelangrijk. Maar er is een ondertitel van dit programma, dat zien jullie daar ook. Het heet Schrijvers in Soep. Ook de soep is vandaag van Eline. En speciaal omdat het boek Kukuruznik heet, waar het vandaag over gaat, heeft zij gemaakt een Russische bietensoep met maïsbrood. Want kukuruznik is het Russische woord voor mais. Ja. We gaan nog praten over waarom dat de titel is. Het is ook een borst. En het is een beetje een feministisch boek, of misschien wel gewoon een feministisch boek, mag ik dat zo zeggen? Het gaat over stoere vrouwen. Als dat feministisch is, dan Nou, dat is dan aan iedereen zelf. Maar ja. Eline zei zelf, je kunt denken, borst vooruit. Dit programma is een samenwerking van Oba Linnaeus, de Linnaeus Boekhandel, hier een stukje verderop. En Schrijvers uit Oost, dat is Steuntje Klinkenberg, die daar zit. En de PowerPoint bedient, en dat ben ik zelf dus. En even kijken, we spreken altijd een schrijver over het laatst verschenen boek dat ze hebben geschreven. Nou zullen we ook wel even op wat ander werk ingaan, vooral op het schrijverschap ook ingaan. Maar Kukuruznik is eigenlijk het belangrijkste waar we het vandaag over gaan hebben. Heeft iemand het al gelezen toevallig? Dat is altijd wel leuk om even te vragen. Oké. Goed, een paar mensen hebben het al gelezen. Mooi. En de rest hopen we natuurlijk ook benieuwd te maken naar het boek. Dit is dus Saskia Goldschmied, voor als jullie haar nog niet kennen. Ik moet er nog heel even bij zeggen misschien dat wij praten dus in een microfoon en er staat voor ons een microfoon. Maar dat heeft allemaal te maken met het feit dat we ook nog opgenomen worden. Dus als je nou later denkt, dit was heel erg leuk, maar wat zei ze toen nou precies over dat ene stuk in het boek, dan kun je dat allemaal terugkijken. Ja. Saskia Goldschmied, dit is je vijfde boek. Klopt. Klopt dat? Ja. Ja. Je hebt ook andere boekprojecten gedaan. Ja. Maar dit is jouw vijfde echt helemaal eigen boek. Ja. Ja. Ja, ik heb ook nog, ik heb een dagboek heruitgegeven en ik heb een herinneringsboek voor een boekhandel geschreven. Maar mijn echte eigen werk, dit is mijn vijfde boek. Mooi. Ja. Je hebt nominaties gekregen voor de boeken. Ze zijn veelvuldig vertaald. Er is een podcast gemaakt van de Hormoonfabriek. Ja, nou ja. Een 12,5 uur durend. In de tijd was het nog een hoorspel. Ja. Dat ik samen met Peter ten Uyl geschreven heb. En ik geloof 160 acteurs en actrices. Wow. Dus het is een enorm uitgebreid podcast. Het is nu gelukkig een podcast. Vroeger heette het een hoorspel. Ja, ja en nu is dat ja, een podcast klinkt veel hipper, maar het kan eigenlijk bijna hetzelfde zijn. Ja. Ja. En daar heb je ook aan meegeschreven, aan het Ik heb samen met daarvan. Peter ten Uyl hebben we het scenario geschreven. En dat was zo uitgebreid, het was veel uitgebreider dan het boek. Omdat soms in een boek beschrijf je twee zinnen en scène. En in een podcast moet het uitgespeeld worden en moet het in een dialoog vertaald. Dus dan wordt het een hele scène. Dus de Hormoonfabriek, ik heb een beetje grappend wel eens gezegd dat de Hormoonfabriek het boek is een soort synopsis van het hoorspel geworden. Oké. Mooi. Ja. En kwam daarbij jouw achtergrond als theatermaker ook nog van pas? Enorm. Ja, ja, ja. Ik wist natuurlijk wel wat het was om dialogen te schrijven. Nou, als je iets moet kunnen in het schrijven van een hoorspel, dan is het dialogen schrijven. En heel erg vanuit audio kunnen denken. Nou, is theater is natuurlijk ook heel erg vanuit beeld denken. Maar het heeft me ontzettend geholpen dat ik die achtergrond had. Ja. En kun je is er in het algemeen iets te zeggen over jouw theaterachtergrond voor je schrijven? Ik bedoel, neem je daar iets uit mee? Is Enorm. Het belangrijk? Ja, ja, ja.
Wat ik natuurlijk met het theater maken altijd geleerd heb, is om heel concreet in scènes te denken. En om niet alleen maar een vage aanwijzing te schrijven, maar om helemaal tot in de diepte te gaan van hoe heeft dat eruit gezien, hoe heeft dat geroken, wat voor sfeer was er. Dus je leert heel concreet vormgeven. En dat is wat je met goed schrijven ook doet. Je duikt een scène in, je bedenkt iets en dan moet je dat, en dan ga je helemaal tot op het bot uitbenen van, maar waar was zij toen ze dat overkwam en wat zei ze toen en wie was erbij en hoe was de lucht en nou ja, dus. Dus dat helemaal in de situatie ja. gaan. Ja. Dat heb je uit het theater meegenomen. Dat heb ik zeker meegenomen, ja. Ja. Je schrijven is begonnen bij Verplicht Gelukkig. Ja. Dat kwam uit in 2011, klopt dat? Ja, je hebt het helemaal goed. Oké, wat fijn. wat heeft gemaakt dat je ging schrijven? Dat is wel een leuk verhaal, want eigenlijk de aanleiding was heel treurig. Ik was na heel veel theaterwerk gedaan te hebben, had ik me opgewerkt tot projectleider van een heel groot en ambitieus project. Al werkende daaraan ontdekte ik dat ik van alles ben, maar geen projectleider. Ik ben toen volledig burn-out geraakt en ik voelde me totaal mislukt en ontmaskerd eigenlijk. Ik had echt het gevoel, nu weet iedereen dat ik niks kan, dus ik was diep treurig en ongelukkig. En toen ben ik als vanzelf, want ik heb altijd heel veel dagboek geschreven. Ik heb altijd schrijven heel leuk gevonden. En voor mij was het een manier om mezelf weer terug te vinden. En toen begon ik te schrijven. En toen kwamen er allemaal herinneringen aan mijn vader en mij naar boven. En mijn vader die een kampverleden heeft en wat enorm dominant in ons gezin is geweest, maar waarover nooit echt goed gesproken kon worden. Nou ja, dat was voor mij toen de aanleiding om te ontdekken van, maar uit wat voor gezin kom ik eigenlijk? En wie zijn mijn ouders en mijn grootouders en de ooms en tantes en de hele meut die vermoord is? Wat waren dat voor mensen? En hoe hebben die geleefd voordat ze vermoord werden? En waar zijn ze vermoord? En dus toen ben ik een enorme zoektocht gaan maken. En die zoektocht en de uitkomsten daarvan, die heb ik beschreven in Verplicht Gelukkig. En gaandeweg dacht ik, verrek, dit kan wel eens een boek worden. Nou, toen ben ik daarmee naar een uitgever gestapt en die vond het ook. Dus zo is het begonnen. En toen ik dat eenmaal gedaan had, dacht ik, ja, maar dit is leuk. En het is iets heel anders dan theater maken. Met theater maken heb je natuurlijk met 100.000 mensen te maken. Daar was ik wel een beetje klaar mee. En met een boek schrijven heb je in principe met niemand wat te maken. Daar kan je je enorm voor opsluiten en daarna. Je moet natuurlijk onderzoek doen en weet ik wat allemaal, maar in principe ligt het gewoon bij jou. En dat werkt voor mij goed. En zou je zeggen dat Verplicht Gelukkig non-fictie is? Ja. En hoe, als je naar je werk kijkt, hè, hoe kun je iets vertellen over wat je ontwikkeling is als schrijver? Wat de kiem is steeds van elk boek? En misschien ook wat je erin probeert. Eigenlijk is het zo dat bijna ieder boek heeft het volgende boek voortgebracht. Dat is echt heel grappig. Van hoe toen ik onderzoek deed voor Verplicht Gelukkig, toen deed ik ook onderzoek in het NIOD naar de eerste schoonvader van mijn vader, want die was in de oorlog getrouwd met Renate Lacour, die hem door het kamp gesleept heeft. En ik onderzocht allerlei informatie over haar vader, Ernst Lacour, de beroemde Ernst Lacour, de ontdekker van het testosteron. En in dat NIOD vond ik een artikeltje over hoe in de oorlog hij door Duitsers beschuldigd werd. Dat hij geweten had van het seksueel misbruik bij Organon voor de oorlog. En ik was meteen heel erg gebiologeerd. Ik dacht, hoezo? Hij, een keurige man, had ik altijd begrepen. En hoezo was hij daar van op? Nou ja, dus dat was de aanleiding om toen ik Verplicht Gelukkig af had, om te denken, nou, nu ga ik eens op zoek naar wat dat Organon-verhaal nu eigenlijk is. En dat was toen zo interessant en ik vond daar zo ontzettend veel
details en dingen waarvan ik dacht, hier is een heel mooi verhaal van te maken. En toen had ik wel heel snel zoiets van, kijk, je vindt heel veel in archieven, heel veel feitelijkheden, en daar valt een enorm goed verhaal uit te construeren. Maar als je wil dat de personages tot leven komen en dat het werkelijke gelaagde personen worden met gedachtes en gevoelens en weet ik wat, ja, die vind je niet in de archieven. Dus toen is al heel snel voor mij helder geworden van, dan moet ik er fictie van maken. Dus dan gebruik ik ook niet Organon, ook al weet iedereen dat, en ik gebruik Os niet. Ik geef iedereen andere namen. En dus de feitelijkheden, die zijn wel gebaseerd op de werkelijke ontwikkeling van die geschiedenis. En verder, er staat roman op en ik ben ook ontzettend aan het fabuleren gegaan over wat die mensen bewogen heeft en wat er gebeurd zou kunnen zijn en waarom het zo gegaan zou kunnen zijn als het gegaan is. Dan sta je jezelf de vrijheid toe om, ja, fictie, in de huid te kruipen van, ja, van een personage. Ja, en dat is natuurlijk het geweldige van fictie. Wat je met non-fictie, ik zou een zeer onbetrouwbare geschiedschrijver zijn, omdat ik heel erg de neiging heb om me te gaan inleven in verschillende figuren en om dan te gaan bedenken, ja, dit is het officiële verhaal, maar de geschiedenis wordt altijd geschreven door de overwinnaars, maar welk ander verhaal zou er ook aan ten grondslag kunnen liggen? En daar dan vind ik het juist leuk om dat te onderzoeken wat niet beschreven is. En ik denk dat dat heel erg te maken heeft met het feit dat ik ben opgegroeid met niet vertelde verhalen, die wel in al zijn pijnlijkheid altijd doorzinderden. En dat ik dus altijd geneigd ben geweest om juist op zoek te gaan naar datgene wat niet verteld wordt. En dat me enorm triggert. En dat was zeker bij de Hormoonfabriek ook het geval. Dus dat is de Hormoonfabriek geworden. En daarvan was mij direct duidelijk, ik moet hier geen non-fictie van maken. Dan word ik direct aangeklaagd. Dus en dan kan ik niet zo de diepte ingaan als ik wil. Dus dat is de Hormoonfabriek geworden. Geschreven vanuit een van de directeuren die een ongelooflijk zijn werknemsters misbruikt en daarvoor zichzelf. En mijn vraagstelling was daarbij, hoe verantwoordt iemand dat voor zichzelf? Dat hij dat doet. Dat was echt mijn belangrijkste vraagstelling. En dus ik ben vanuit de huid van die man gaan schrijven. En als je dan klaar bent met zo'n boek, wat is de stap dan naar de Voddenkoningin? De Voddenkoningin, heeft weer een andere aanleiding. Toen ik Verplicht Gelukkig geschreven had, toen mocht ik voor het eerst van mijn leven naar het beroemde boekenbal. En yeah! En toen had ik natuurlijk een mooie baljurk nodig. En waar ga je naartoe als je niet heel veel geld hebt en wel een baljurk nodig hebt in Amsterdam? Laura Dols. Laura Dols. En Laura, daar had ik mee op de basisschool gezeten, dus die kende ik nog van vroeger. Dus toen hebben we een heel leuk gesprek gehad, met elkaar gegeten. En Laura vertelde een beetje, wij waren elkaar toen we 16 waren uit het oog verloren. En Laura vertelde toen wat ze vanaf dat moment gedaan had. En daar werd ik zo door gegrepen dat ik dacht, ja, dat is ook een boek waard. Dus toen ben ik vanuit het verhaal van Laura begonnen en heb toen alle Voddenkoninginnen van in de tijd, Marijke Bijkerk en alle anderen geïnterviewd. En ik ben met Laura meegeweest naar textielbaronnen en weet ik wat, naar België. Dus ja, daar werd ik al zo'n verhaal ingezogen. Maar ondertussen, ja, in dat Schokland, dan hebben we het even helemaal af. Dat Schokland, dat gaat dus over een gezin in Groningen. En ik heb al 40 jaar lang vrienden in Noord-Groningen wonen, in Stitswert. En ze woonden daar in een prachtig huisje, want inmiddels is het aan Gort getrild. En als zij op vakantie gingen, ging ik daar schrijven. En
Ik hou enorm van het waanzinnig uitgestrekte land daar en de ruimte die daar is en de lucht. En naarmate ik daar vaker kwam, hoorde ik steeds vaker ook de verhalen van de boerengezinnen en hoe kinderen, als ze het bedrijf wilden overnemen, hoe ze dan met die ouders in die keukentjes daar, in die boerderij, tegen elkaar het leven zuur zaten te maken. En ik vond het contrast zo mooi, van dat gefit op die keukenvloer en die enorme ruimte buiten. En dat was voor mij toen de aanleiding om te denken, ik wil daar eens gewoon een hele tijd zitten en daar een boek over gaan schrijven. En toen kwamen natuurlijk de aardbevingen, werden toen een veel groter item dan ik ooit gedacht had. Maar ik heb dus 7 jaar heel veel in Groningen gewoond, in een prachtig huisje. Ik ben net vorige week, heb ik het opgezegd, of ben ik eruit gegaan. Dus met pijn in mijn hart praat ik erover. Maar zo is Schokland ontstaan. Eigenlijk is dus altijd dat vooronderzoek of het onderzoek voor jou ontzettend belangrijk. Wat je op allerlei verschillende manieren doet. Je gaat niet in je kamer zitten en dan in je torenkamer en dan eens even kijken wat er in die verbeelding gebeurt. Je gaat op allerlei manieren op zoek naar materiaal. Je zou kunnen zeggen dat ik gebrek aan verbeelding heb. Ik heb die werkelijkheid echt nodig. Maar bovendien vind ik ook echt dat er in de werkelijkheid zoveel te vinden is wat bijna onvoorstelbaar is. En zoveel wat als uitgangspunt kan dienen. Dat ik heel graag begin vanuit de werkelijkheid. Paul Auster heeft ooit gezegd, ik spring eerst tijdenlang op de duikplank van de werkelijkheid voor ik het zwembad van de verbeelding induik. Nou ja, maar zoiets is het bij mij ook wel. Ik heb die werkelijkheid wel nodig en ik wil die ook. Want voor mij is dat de manier van schrijven. En ik vind onderzoek doen, dat vind ik eigenlijk de allerleukste fase van schrijven. Maar alle soorten onderzoek? Want wat doe je allemaal voor onderzoek? Het hangt heel erg van het boek af. Bij Verplicht Gelukkig heb ik ongelooflijk veel in archieven in binnen- en buitenland. Dan ben ik naar de kampen gegaan. Ik heb met nog levende familie gepraat. In Schokland ben ik meegegaan met boeren. Dan ging ik naar een boerderij toe en zei ik, mag ik een paar dagen met je meelopen? Dan zei hij, dat is goed, kom om 6 uur morgenochtend maar koeien melken. Nou, en dan mest scheppen en weet ik wat allemaal. Ik ben naar aardbevingsbijeenkomsten geweest. Ik heb met architecten gepraat, met heel veel verschillende boerenfamilies. Dus ik doe altijd en heel veel onderzoek, archiefonderzoek. En ik ga zoveel mogelijk ook naar de plekken toe waar de dingen zich afspeelden. Wat bij Kukuruznik niet gelukt is. Want met Kukuruznik is het zo geweest, dat stamt ook van het onderzoek wat ik deed in het stadsarchief van Os voor de hormoonfabriek. Dus het stamt uit 2011, 2012. Toen was ik in het stadsarchief van Os en ik had me net geïnstalleerd met een hele jaargang provinciale dagbladen 1938. Want ik was op zoek naar nieuws over dat seksueel misbruik. Nou, op 5 januari trof ik al een berichtje wat niets met dat daarmee te maken had. Maar dan trof ik het berichtje dat de beroemde aviatrice Marise Hiels op haar lange afstandtocht Parijs-Saigon op de terugweg vermist was geraakt. En na 2 dagen omringd door Bedouinen, schommelend op de rug van een kameel, de woestijn was uitgekomen. Nou, dat beeld had me meteen zo gegrepen dat ik heb daar een aantekening van gemaakt. En ik heb en toen ben ik al ook meteen een beetje onderzoek gaan doen. En door de jaren heen ben ik onderzoek blijven doen. Want ik ontdekte wat een goudmijn aan verhalen er was. Met die vliegeniersters die tussen 1920 en 1945, de pionierstijd van de luchtvaart, hoeveel vrouwen de lucht waren ingegaan. Wat ik echt nooit geweten heb. Ja, we kennen allemaal Amelia Earhart. En dan houdt het ongeveer op. Maar er zijn meer dan 200 vrouwen wereldwijd heel fanatiek aan het vliegen geweest. En kun je iets zeggen over wat het dan is in zo'n beeld dat je zo aanspreekt? Ten eerste het feit dat er al gesproken werd over een beroemde vrouw waar ik nog nooit in mijn leven van gehoord heb. Nou, dat geldt er natuurlijk best voor meer, maar ik ben ook wel
al een tijd lang getriggerd, en echt wel heel lang, van door het feit dat vrouwen in de geschiedenis veel minder aandacht gekregen hebben dan mannen. En dat vrouwen doodgezwegen zijn. Dus dat triggerde mij ook heel erg. Dat ik dacht, hoe zit dat dan? Is dat één vrouw geweest die naast Amelia Earhart, dit een Franse vrouw? Nou, toen bleek dat. Maar zodra je dan even gaan onderzoeken, dan komt er zoveel naar boven waarvan je denkt, ja, maar dit zijn hele interessante vrouwen, omdat ze zo afwijkend zijn van het beeld wat wij hebben van vrouwen uit de jaren 20 en 30, die allemaal in een keurslijf vastzitten en allemaal bordurend zitten te wachten tot ze door een man worden opgehaald. Nou ja, dat intrigeert me dan heel erg en daar wil ik dan meer van weten. En daar blijkt, als je een beetje goed zoekt, blijkt daar ook best wel iets over te vinden zijn. Ja, dat is ook een vraag natuurlijk. Waar begin je dan verder te zoeken? Ja, het grappige was dat. Kijk, ik denk dat ik niet voor niks zo lang. Ik ben in eerste instantie gewoon via Google. En ik heb wat boeken besteld en gelezen. Veel Franse boeken, een paar Engelse boeken, Amerikaanse boeken. En die kan je allemaal lekker bestellen. Heel veel gegoogeld, filmpjes op YouTube gekeken. Delver. Delver is een fantastisch. Het online krantenarchief. Daar kan je alles vinden. Alle kranten van 1910 tot nu wereldwijd. Het is geweldig. Ik weet eigenlijk niet of het wereldwijd is, maar. Maar je kunt daar zoekwoorden invullen? Of hoe? Ja, en het is een beetje uitzoeken wat je dan moet invullen. Dus. En ik was wel van plan, toen ik besloot om Kukuruznik te gaan schrijven, toen was ik wel van plan om echt ook naar Frankrijk, naar Amerika, naar al die plaatsen toe te gaan. Maar toen brak de corona uit. En toen was ik dus veroordeeld tot mijn computer. En uiteraard, het gaat over verhalen die zich hebben afgespeeld tussen 1920 en 1945. Dus Chicago ziet er nu toch wel heel anders uit dan het toen zag en al die andere plekken ook. Dus ik heb eigenlijk alles van achter mijn bureau uitgezocht. En dat is wonderwel gelukt. Zou je zeggen dat je eigenlijk het langst voor dit boek op die springplank ben blijven springen? Ja, ik heb echt bij de meeste boeken die heb ik heel snel geschreven. En dit is eigenlijk al in de maak vanaf 2012. Alleen heb ik er van alles tussendoor gedaan. Dus hier heb ik echt heel erg lang. Dat heeft moeten rijpen. En achteraf, dat heb ik niet bewust bedacht. Maar achteraf denk ik, ja, dit is ook qua structuur het complexste boek geworden. En ik denk dat ik wel de ervaring van al die andere boeken nodig had om dat te kunnen schrijven. Dan gaan we het nu even over die structuur hebben. Over ja, wat het eigenlijk voor boek is, Kukuruznik. Het is een boek dat begint bij Noah. Ja. Haar vader is stervende en als hij is overleden, dan krijgt zij toegang tot een heleboel documenten. Het zijn allerlei verschillende documenten. Het is altijd spannend wat je wel kunt onthullen en wat niet. Maar ze leert meer over de geschiedenis van haar vader. En ze leert ook. Nou, dat weet ze nog niet. Ja, dat weet ze nog niet. Dat is waar. Maar dat. Nee, dat is waar. Haar vader Boas, die laat er allemaal verhalen na over vrouwelijke vliegeniersters. Vrouwelijke. Maar wat dat met hem te maken heeft, daarvan heeft ze geen idee. Nee, dat is inderdaad. Ze leert meer over die aviatrices, zoals het in het boek staat. Maar er zijn eigenlijk allerlei verschillende lagen in dat boek. En daar willen we wel zo tijdens dat interview een klein beetje aanstippen. Er is haar vader die een rol speelt. Zij zelf speelt een rol. Zij maakt eigenlijk een ontwikkeling door. Zeker. De vliegeniersters spelen een rol. Er is een personage, Doris, dat een hele belangrijke rol speelt. Ja, dat zijn brieven. Die zitten ook in die documenten. En dat zijn brieven van Doris, een jonge weduwe, die brieven schrijft aan haar overleden echtgenoot. Ja. En er is het verhaal van Rosie Rose. Ja. Waar we straks nog op terug zullen komen. En u begrijpt het natuurlijk. Als lezer vraag je je een tijd af wat al die verhalen met elkaar te maken hebben. En daarvoor zul je dan toch het boek moeten lezen. Uiteraard. Om dat helemaal te begrijpen.
Het begint eigenlijk, tenminste, dat hebben we uit betrouwbare bron... bij een huis dat misschien hier op dit huis is gebaseerd. Ja. Kun je vertellen wat we hier zien? Jullie zien hier het huis Vredenburg. Dat staat op de Wallen. Aan het begin van de ouderzijds Voorburgwal. Dit is de ouderzijds Voorburgwal nummer 1. Dat is Vredenburg, dus de Vredenburgersteeg. Het is een huis wat wij in 1979 met 20 mensen gekraakt hebben. Om er te wonen en om er te werken, om er theater te maken, te dansen. Er waren ateliers in de kelder. Dus we hebben daar een gigantische. We hebben er enorm aan verbouwd en gedaan. Uiteindelijk is het aangekocht door de gemeente. En dat is nu nog steeds een huis met drie groepswoningen en ateliers en studio's. En toen ik deze hele structuur van het boek begon te bedenken. Toen dacht ik, ik moet al ongelooflijk veel onderzoek doen om al die vliegeniersters. De een die komt uit Frankrijk, de ander komt uit Turkije. Weer een derde komt uit het zuiden van van de VS. Uit Rusland. Ik heb ontzettend veel onderzoek nodig. Ik moet ook, als ik zo'n NOA creëer, dan moet ik daar niet zoveel voor hoeven te onderzoeken. Dus ik dacht, ze woont... Op Vredenburg. Prachtig, heel erg. Een pand wat ik van haven tot gort ken. Een pand wat echt een personage kan zijn, omdat het zo groot en mysterieus is. En er is een kelder met een grote stenen boven, wat vroeger gebakt is. Vroeger was het een tehuis voor meisjes van onbesproken gedrag, wat natuurlijk wel grappig is midden op de Wallen. Dus... en het was een huis met een torentje, wat ook een belangrijke rol in het boek speelt. Dus ik had heel snel zoiets van dat moet het, de basis zijn waarvanuit dit alles gaat plaatsvinden. En hoe belangrijk is zo'n locatie? Nou, het is behulpzaam. Het was voor mij ook een, zeker gezien het feit dat een belangrijk deel van het boek ook gaat over die vrouwen die allemaal met zo'n drive naar tot bewegen en ver weg gaan en weet ik wat allemaal. Dat was die enorme beweging zit er in al die verhalen. Terwijl Noah is een beetje getraumatiseerd meisje wat dat liefst dat grote huis, dat fort niet uitkomt en wat dus een heel statisch geheel is. En dat contrast, dat is wel behulpzaam in het verhaal om inderdaad het contrast tussen haar en al die vliegende vrouwen waar haar vader over schrijft en wat in eerste instantie voor haar ook heel erg frustrerend is van waarom moet ik dit lezen? Ik durf de deur nauwelijks uit. En dan moet ik lezen over al die vrouwen die zo moedig zijn en aan de engste dingen doen. Why? Dus dat contrast, dat was wel heel behulpzaam. En wanneer denk je dan, ik heb zo iemand nodig? Hoe ontstaat dat? Het begon bij mij met de verhalen van die vliegeniersters die ik in al die jaren verzameld had. En op een gegeven moment heb je dan allemaal van... daar ben ik een beetje aan het schrijven gegaan om daar een beetje goede verhalen van te maken. En ik had toen ook... toen op een gegeven moment dacht ik, ja... Maar dit is geen boek. Het zijn allemaal mooie verhalen. Maar hoe maak ik nu hier een literair verhaal van? Wat moet daar... Er ontbreekt iets. Waarom worden die verhalen verteld? Aan wie? Door wie? Nou ja, en dan... Ja, daar begint de fictie. Dan ga je aan het fantaseren van... Oké, er is dus een jonge vrouw... die woont in haar eentje in het gigantische pand. Waarom woont ze daar alleen? Wat is daar gebeurd? Waarom is ze zo sociaal gehandicapt? Nou, dan begint het, het echte werk. Ja, we gaan even door naar de titel. Kukuruznik. Kun je iets vertellen over de titel? Ja. En je ziet ook achter ons... Ja, dat zal ik vertellen. De kukuruznik, dat betekent inderdaad mais, want dat was de naam van de landbouwvliegtuigjes die voor de Tweede Wereldoorlog in de Sovjet-Unie gebruikt werden om de gewassen te besproeien. Maar in de Tweede Wereldoorlog werden daar twee bommen onder gebonden en werden jonge meisjes geronseld
om in die vliegtuigjes die heel licht waren. Ze bestonden uit triplex en stof. En de vleugels zaten met pianosnaren aan de romp vastgebonden. Werden ze gebruikt om over de Duitse stellingen te vliegen en die te bombarderen. En omdat de tactiek was om met z'n drieën zo'n aanval uit te oefenen. Degene die de bommen ging laten vallen, deed vlak voordat ze daar waren de motor uit. De andere twee loeiden wel, maar die leidden dus af. En degene die de bommen liet vallen, daar die pianosnaren deden dan enorm hard snerpend geluid. Dus die Duitse soldaten die op een gegeven moment door hadden dat ze gebombardeerd werden door meisjes in die vliegtuigjes, die noemden hen de nachtheksen. En die waren als de dood ervoor. Want het was toch ook 's nachts dat ze dat. Het was, nou, precies, heel belangrijk, dank u wel. Want omdat die vliegtuigjes zo verschrikkelijk ontvlambaar waren, één kogel en de hele boel was in lichte laaien. En ze waren te licht om parachutes mee te nemen en zo, dan waren die meisjes gewoon dood. Ze moesten leren om 's nachts te vliegen. Dus ze kregen instructie. En werden dan meegenomen de lucht in donkere nacht. En dan zei de instructrice, zie je die weg, zie je die vrachtauto, zie je die schuur. In het begin zagen die meisjes niks. En langzaam maar zeker leerden ze zien in het donker. Nou, dat is in feite wat Noah in de loop van het verhaal ook moet gaan doen. Wat we in zekere zin allemaal moeten gaan doen. Al die niet vertelde verhalen die in al onze gezinnen leven. We moeten allemaal gaan leren zien in het donker. En daarom vond ik het een fantastische titel en had ik zoiets, zo moet het heten. Wat nog wel enige voeten in de aarde had. Want er werd eerst wel gezegd, ja, moeten we in deze tijd een Russische titel? Ja. En toen zei ik, ja, we moeten een Russische titel, want de taal is niet schuldig. En, ja. En daar waren ze meteen heel erg gevoelig voor. En ja, dat is mooi en dat raakte eigenlijk aan waar ook over wilde hebben naar aanleiding van deze foto. Hoe de geschiedenis veranderd wordt, ook steeds door het perspectief dat we erop hebben. Hè. Dus nu is de vraag of zo'n titel wel kan misschien, hoe je moet kijken naar die taal. Maar die vrouwen, die begreep ik, die hadden helemaal geen plaats in de parade aan het einde van de oorlog. De nachtheksen. Ja. Nee, die werden, die hebben dus. Ze zijn steeds meebewogen met het front. Dus eerst waren de nazi's tot diep in Rusland doorgedrongen, de Sovjet-Unie doorgedrongen. Steeds verder teruggedrongen. Die nachtheksen zijn die 3 jaar lang non-stop meegegaan. 60 kilometer voor Berlijn hoefden ze niet meer mee te doen. Want Berlijn, dat was natuurlijk de hoofdprijs. Die moest naar mannen gaan. Want als vrouwen daar meedoen, is het toch iets minder heldhaftig. En de overwinningsparade op het Rode Plein, 9 mei, daar mochten, ik weet niet of er helemaal geen vrouwen aan mee mochten doen, maar de nachtheksen, de vrouwen die de koekoeroeksnicht vlogen, die mochten niet meevliegen. Zogenaamd omdat hun vliegtuigjes niet sterk genoeg waren. Terwijl ik denk, ja, ze zijn 3 jaar lang sterk genoeg geweest om hun leven te wagen. Maar de overwinning, daar mochten ze niet aan meedoen. Nee. Heb je ze met dit boek ook uit het donker willen halen en in dat donker willen zien? Nou, ik heb wel. Ik denk, ik ben daardoor enorm geïnspireerd geraakt door Els Kloek, die met haar 1001 vrouwen, eerst de Nederlands vrouwen, daarna internationale vrouwen, die heeft daar jaren, dat is haar levenswerk geweest, om dat allemaal om de vrouwen zichtbaar te maken. En dat heeft mij wel heel erg geïnspireerd. En ik denk ook inderdaad van, dat is wel wat ons te doen staat om het aandeel van vrouwen in de geschiedenis, dat is altijd onderbelicht geweest. En ik vind het wel een taak van ons allen om dat recht te zetten en om die geschiedenis dus veel kleuriger te maken. Daarom hebben wij ook deze cover, die jullie allemaal wel kennen, in deze PowerPoint gestopt. Dat was niet jouw idee, maar je weet inmiddels wel waarom die er tussen zit. Kun je daar iets over vertellen? Ja, in mijn onderzoek, ik kijk, ja, dan moet ik eigenlijk eerst iets vertellen van
als je al die biografieën en autobiografieën leest van die vrouwen die gevlogen hebben in die tijd, dat zijn allemaal hele stoere en heldhaftige verhalen. Dat zijn allemaal van kijk maar dit, kijk maar dat. En het gaat nooit over angst. Het gaat nooit over, dat konden ze zich ook gewoon niet permitteren. Want de vrouwen waren altijd, het was sowieso al shocking dat die vrouwen de lucht in gingen. Dat ze zo'n mannenberoep kozen. Dat ze daarmee ook de heldhaftigheid van mannen onderuit haalden. Caudron die adverteerde en een vliegtuigproducent die adverteerde op een gegeven moment toen Adrien Bolland van Parijs naar Engeland vloog. Vliegen is zo makkelijk, zelfs een vrouw kan het. Dus, dat is een hele mooie benadering. Ja, maar dus vrouwen konden het zich niet permitteren om over angst te schrijven. En ik wilde toch ook weten, maar ze moeten toch ook bang geweest zijn. Het was doodeng wat ze deden. Het feit dat je moet je voorstellen dat zo'n lange afstandsvlucht van Parijs naar Saigon of Parijs naar Tokio, weet ik wat allemaal, dat waren nog totaal onontgonnen gebieden. Dat was allemaal nog helemaal niet in kaart gebracht. Als je daar tussentijds neerstortte, dan was er niet even een helikoptertje wat je kwam redden. Dus het was echt heel eng. En het ging ook echt over nog zelf een schroefje aandraaien of een tankje dichtdraaien. Het was allemaal heel primitief. Ja. En aangevallen worden door een adelaar, want je zat in een open cockpit en zo. Dus het was allemaal echt heel erg lean. En maar op goed geluk naar een vliegveld waarvan je dacht dat moet ongeveer met daar kaarten, zijn. Gewoon met, ja. met kaarten en door je brilletje wat door de olie beslagen wordt. Zaten ook te schrijven, blijkt uit jouw boek. Ze zaten gewoon te schrijven. Ja, maar ze zaten ook 10 uur in de lucht. Ze zaten en te schrijven. Ik vraag me ook altijd af hoe deed ze dat dan met plassen. Ik zou geen 10 uur op kunnen houden, maar goed. Daar staat ook niks over in. Maar goed, iemand die wel heel erg over de angst schreef als je boven de woestijn vloog of als je boven een zee vloog en je vliegtuig maakte een raar geluid, dat was Antoine Saint-Exupéry, de schrijver van Le Petit Prince. En die heeft niet alleen Le Petit Prince geschreven, maar allerlei boeken ook over het vliegen, onder andere Terre des Hommes. En in Terre des Hommes beschrijft hij met heel veel jeu over zijn grote vriend Mermoz. Ook een vlieger die allemaal heldhaftige dingen gedaan heeft, die samen met hem een postroute naar Afrika ontgonnen heeft. En Mermoz ging daarna naar Zuid-Amerika in 1928. Toen hij dit schreef was Mermoz ook al neergestort. Dus hij wilde een eerbetoon aan Mermoz schrijven. In 1928 was hij naar Zuid-Amerika gegaan om de route Argentinië-Chili te ontginnen over het Andesgebergte, het hoogste gebergte van Zuid-Amerika. En daar schrijft Exupéry heel heldhaftig over. Dat als een echte man, dat stoere overheen, niet bang, weet ik wat. Wat hij niet schrijft, is dat Adrien Bolland 8 jaar eerder in een veel lichter vliegtuigje dat ook al eens gedaan heeft. Dus zelfs zo'n man als hij, waarvan je denkt, die man heeft dat toch niet nodig om. Die man heeft genoeg credits en weet ik wat, en eer en weet ik wat allemaal. Die kon het niet uit zijn pen krijgen om te zeggen, het was stoer wat Mermoz deed, maar Adrien Bolland deed het al 8 jaar eerder. En kan het dat hij het niet wist? Nee. Nee. Nee, dat was echt wel bekend. Maar het werd wel in Frankrijk werd er heel minachtend over gedaan. Want die Adrien Bolland was een ontzettend, het was een hele wilde meid. Ze had hier zo op straat kunnen lopen. En dit is haar niet, hè? Toch? Dit is gewoon een. Nee, maar dan heeft u een idee van wat een wilde meid kan zijn. Nee, hebben we niet die foto van haar met die wilde haren? Heb ik die vergeten? Ja. Oh, dat is wel heel erg jammer. Ja, die zit wel in mijn pa. Nou ja, goed. Dat is, oh, dit is ook een leuke meid. Ja, dit is ook een leuke meid. Maar die Adrien Bonnet. Ja, zal ik dat verhaal vertellen of is dat van dat ze naar Engeland zou gaan? Vertel het. Ja. Kijk, je hoort het. Ja. Nou, Adrien Bolland was dus door Caudron gestrikt van ga jij als eerste van Parijs naar Engeland? De pers had er in Parijs uitgezwaaid. Bij de Engelse kust stond een hele menigte journalisten te wachten. Wie er ook kwam, geen Adrien Bolland. Iedereen eerst, wat is er aan de hand? En iedereen bezorgd. En ze moeten neergestort zijn. Marineschip is uitgevaren.
En wat niemand wist, was dat Bolland vlak voor ze opsteeg gehoord had dat een goede vriend van haar, ook een piloot, die avond in Brussel zou zijn en daar met andere piloten een feestje zou beginnen. Dus zij had zoiets, ik ga daar naartoe. En ze heeft daar die hele avond ontzettend iedereen gefeteerd, want ze had geld gekregen van Caudron voor de terugreis. En toen de volgende dag, toen ze terug moest, had ze dus geen geld. En toen heeft ze opgebeld en Caudron had zoiets, nou bekijk het maar, iedereen denkt dat je dood bent. Ik ben al je afscheidsspeech aan het schrijven, zie maar hoe je thuis komt. Toen zei ze, geen probleem, dan verpats ik je vliegtuig. En ze zei ook, Caudron zei, we dachten dat je verzopen was. En toen heeft ze gezegd, ik mag gisteravond verzopen zijn, maar dat was niet in water. Nou, zo. En zo, toen is ze uiteindelijk is ze toch teruggekomen en heeft ze alsnog toch naar Parijs gevlogen. Met nog veel meer publiciteit, omdat iedereen dacht dat ze dood was. Dus dat was eigenlijk alleen maar een goede voordeel. PR. En zij werd ontzettend gesteund, maar dat was niet voor alle... voor veel vrouwen werden ze en vereerd en gesteund, maar toch altijd veel minder dan de mannen. En er werd altijd, als een vrouw neerstortte, was het, ja, zie je wel, die hoort ook achter het aanrecht. Als een man neerstortte, ja, was het de techniek of de wind. Het was een enorm verschil in hoe vrouwen en mannen beoordeeld werden. Nou, heb je in het boek allerlei bestaande personen opgevoerd, die hebben ook hun eigen naam. Maar je hebt ook een personage opgevoerd, Rosie Rose. En dat is helemaal... is dat helemaal Rosie Rose is geïnspireerd op karakter. Bessie Coleman. En Bessie Coleman is die eerste zwarte aviapiloot met een internationaal vliegbrevet uit Amerika. En zij moest... er was niemand in de VS die haar les wilde geven. Want ze was vrouw en ze was zwart. En ze is bij 26 jaar oud geworden. Er is een biografie van haar, maar er is eigenlijk heel weinig over haar bekend. En ik vond haar wel een heel erg interessant personage. Dus toen had ik zoiets van, als ik haar ga gebruiken, dan ga ik daar toch ook heel veel bij bedenken. Want wat er bekend is dat ze opgroeide bij een vader en moeder en vader in Mississippi. En dat haar vader toen ze 9 was het gezin verlaten heeft. Maar als je dat in een verhaal vertelt, dan moet die vader wel terugkomen. Want waarom zit er anders een vader in? Nou ja, dus in haar echte biografie wordt nooit meer over die vader gesproken. Maar ik heb die vader weer terug laten komen. Er zit ook niets in over enige liefde of zo. Terwijl dat bij niemand van die piloten. Het is net alsof het allemaal aseksuele vrouwen waren. Terwijl ik denk dat het integendeel. Het waren allemaal vrouwen die enorm afweken van de status quo. En heel erg afweken van wat er van hun verwacht werd. Dus je maakt mij niet wijs dat het allemaal aseksuele wezens waren. Maar en voor Rosie Rose had ik ook zoiets van, ja, daar moet toch ook iets over in. Dus ik ben zo aan het fantaseren gegaan dat ik dacht, dan moet ik er ook een andere naam geven. En vond je het ook belangrijk om juist haar verhaal te vertellen? Ja, ik vond haar, omdat ik haar verhaal wel een van de meest tragische verhalen vind. Omdat het heel erg gaat en omdat het ook nog zo actueel is. Van hoe het racisme de ontwikkeling van mensen in de weg zit. En op wat voor manier ze klein gehouden worden of op welke manier... en ook over haar ongelooflijke strijdkracht om daartegen in te gaan en zich er niet door laten, dat ze zich nooit heeft laten lamleggen daardoor. Dat vond ik zo'n, ja, toch wel een hele jonge vrouw die altijd iets heeft gehad van, oké, het kan niet, ik zorg dat het wel kan. Nu is dit allemaal een beetje abstract, maar om jullie een beetje beeld te geven van hoe dat klinkt. Rosie Rose. Willen jullie graag vragen om een klein stukje voor te lezen? Ja, dan moet ik... Moeten wij daar nog iets voor weten? Nee, want het is het begin van haar verhaal. Het boek is dus opgebouwd uit verschillende perspectieven die elkaar afwisselen. Dus je hebt het verhaal van Noah, je hebt Boas die dingen vertelt. Je hebt Rosie Rose en je hebt Doris. En dan nog iets waar we nog wel bij komen. Maar, dus het zijn steeds
stukjes die weer onderbroken worden. En dit is hoofdstuk 3 en het heet Rosie Rose, toen ik te pletter viel. Op het moment dat mijn vliegtuig op meer dan 600 meter hoogte opeens accelereerde en in een duikvlucht in het luchtruim doorboorde, zag ik in een flits het verleden aan me voorbij gaan. In die paar seconden waarin de machine ondersteboven kiepte en ik eruit geslingerd werd en in toenemende versnelling naar beneden katapulteerde, het loeiend geraas van de op hol geslagen motor boven me en ik de hoge, paniekerige kreten van William Wills hoorde, het gesuis van de kille wind langs mijn wangen en ik loodrecht op de zandige bodem van Jacksonville crashte, waarbij mijn 7 nekwervels als eierschalen verbrijzeld werden, in die paar seconden zag ik de jaren die achter me lagen en ik betreurde het leven waaraan ik geen deel zou hebben. Een toekomst die misschien nog een halve eeuw had kunnen duren, want ik heb sterke genen te danken aan een geslacht dat fysiek gehard is door de barbaarse behandeling op de katoenvelden in Atlanta. En ik bezit de geestelijke veerkracht van mijn moeder die, hoe uitzichtloos de toekomst ook scheen te zijn en hoeveel vernedering we ook ondergingen, ons inprentte dat als God gewild had dat we onze hersenen niet zouden gebruiken, hij ze ons ook niet gegeven zou hebben. En dus, zei ze, moesten we ons altijd voorstellen dat ook voor ons, zwart als we waren en vrouw bovendien, een ander leven mogelijk was dan dat welke de opzichters ons gunden en dat we ons niet mochten laten breken. Dat is de laatste, langste zin uit het boek. Ja. Ja. En ieder personage heeft zijn eigen taal. Dus niet, het is niet allemaal in deze sfeer geschreven. Nee, alle lijnen hebben weer een eigen taal. Daarvoor zullen jullie ook het boek moeten lezen om dat helemaal goed tot je te krijgen. Je hebt je hebt natuurlijk moeten kiezen. Hoe selecteer je welke verhalen daar uiteindelijk in komen? Want je ziet hier, we hebben Bessie Coleman, maar dit is Hannah Reitsch. Ja. Ja, kijk, het is heel makkelijk. Ik had alleen maar, één ding was, ik heb er weinig, behalve Bessie Coleman, Rosie Rose, heb ik er geen Amerikaanse vrouwen in. Want wat er bekend is over vrouwen, dat is heel vaak, gaat het over Amerikaanse vrouwen. Dus dat was iets waarvan ik dacht, daar ben ik iets minder in geïnteresseerd. Franse vrouwen, wat voor mij echt een openbaring was in de begintijd van die luchtvaart, dat Frankrijk eigenlijk het vliegland was. Dat verder ontwikkeld was dan in Amerika, dat wist ik niet. Dus ik heb een aantal Franse vrouwen, ook omdat ze qua karakter, zoals die Adrienne Bolland, die geweldig karakter, Lena Bernstein heb ik erin, omdat ze als stateloze vluchtelingen zichtbaar is hoe ongelooflijk moeilijk ze het gehad heeft. En hoe ingewikkeld het is om een leven op te bouwen in een land waar je geen netwerk hebt. Dat zijn ook toch wel hele erge linken die je kan doortrekken naar onze tijd. En dat vind ik belangrijke verhalen. Maar ik vond ook belangrijk om... Sabiha Köksen is een verhaal uit een Turkse vliegenierster. Waarbij ik het en belangrijk vond van... Het zijn niet alleen maar Westerse vrouwen, maar ook in andere landen werd gevlogen. En bij die Sabiha Köksen vond ik ook interessant dat ze is nog steeds, het tweede vliegveld van Turkije is naar haar genoemd. Ze is een heldin. Terwijl zij was de pleegdochter van Atatürk en misschien wel meer dan dat. En ze heeft als militair vliegenierster de Koerden gebombardeerd. Ik vond het ook interessant om niet alleen maar vrouwen te nemen die erg heldhaftige dingen gedaan hebben, maar ook vrouwen waarbij... Het is natuurlijk sowieso een vak waarbij je eigenlijk... Je hebt of mecenas nodig of regeringen die je steunen. Dus in zekere zin is het ook afhankelijk in welk land je geboren bent, of je uiteindelijk aan de goede of slechte kant van de geschiedenis komt te staan. Die nachtheksen, dat waren al... daar zaten meisjes bij wiens hele familie door Stalin was uitgemoord. Maar die toch heel fanatiek hun vaderland verdedigden. En er waren ook meisjes bij die ontzettend fanatiek het Rode Leger steunden. En Hannah Reitsch, dat vind ik wel dat vind ik de meest schokkende. Zij was de testvliegster voor Hitler.
Ze heeft alle Messerschmitts en Stuka's getest. Ze was heel stoer, heel heldhaftig. Grote aanbidder van Hitler. En ik heb ook op Google of YouTube een film gevonden. In 1976 is ze nog geïnterviewd door een Joods-Amerikaanse journalist. En dan vertelt ze nog met zoveel vuur over Hitler. Wat voor een ontzettend leuke man het was. En hoe die geïnteresseerd hij altijd was. En dan wordt dus voorzichtig gevraagd naar de minder leuke kanten. Ach, dat weet of dat. Nou, ze is een totale holocaust-ontkenster. En ze wordt geïnterviewd in een jasje wat er verdacht veel op een uniform lijkt. Dat het niet is, maar toch, je ziet de heimwee naar het Derde Rijk spat er vanaf. Dus, en dat vond ik ook belangrijk om te laten zien vanuit hoeveel verschillende beweegredenen die vrouwen aan het vliegen zijn geweest. Dat het niet alleen maar hele leuke, heldhaftige vrouwtjes waren. En heb je iets geleerd van het bekijken van al die vrouwenlevens? Voor jezelf? Ja. Onmogelijke vraag. Dat weet ik niet. Saskia gaat daar nu over nadenken. Misschien heeft ze wel een heel goed antwoord. Ja, dat is geen enkele druk. Heb ik er iets van geleerd? Nou ja, wat ik eigenlijk wel het belangrijkste vind, is dat mijn veronderstelling dat vrouwen eigenlijk altijd ongelooflijk essentieel zijn geweest in de ontwikkeling van de geschiedenis, dat hun aandeel altijd ontzettend groot is geweest, voor zover ze daartoe de ruimte kregen. En dat het eigenlijk diep en diep treurig is dat nog altijd er zo weinig, dat ze nog zo weinig credits krijgen voor wat er gebeurd is. En dat er zo weinig nog bekend is van, gelukkig komt er nu steeds meer boven water van wat vrouwen in de geschiedenis betekend hebben. Maar ik hoor hier eigenlijk alweer een volgend boek aankomen, of dat niet? Ja, maar ik ben wel weer bezig met iets nieuws, maar dat is, en dat gaat ook over, ik geloof wel dat ik, mijn meest succesvolle boek, De Hormoonfabriek, dat is het enige boek dat over een man gaat. Dus ook niet voor niks, denk ik. Dat is altijd, dat is gewoon echt zo. Als je over mannen schrijft, heb je gewoon meer succes. En ik heb nu wel echt besloten dat in het vervolg mijn taak toch wel uit bestaat om vrouwen in het licht te halen. Dat is, tegen de prijs die je daarvoor moet betalen, misschien. Yes. Dat is toch wel een mooi antwoord, jongens. Ja, heel anders dan je misschien vermoeden. Maar dit is een andere vraag, die denk ik met de volgende slide te maken heeft. Het gaat, Linne Bernstein hebben we net iets over gehoord, maar het gaat de hele tijd ook over het breken van records. Ja. Heb je daar ook over na zitten denken, wat het is in de mens? Of in sommige mensen? Dat ja, het is inderdaad sommige mensen. Records gebroken moeten Wat eigenlijk wel een soort algemene deler is bij eigenlijk al die vrouwen is, en eigenlijk heeft Bessie Coleman dat heel erg goed verwoord, is I want to be somebody. Ik wil gewoon iets betekenen. En dat is eigenlijk wel de grote drijfveer voor heel veel vrouwen geweest. En ik denk sowieso voor mensen die boeken schrijven of records geven. Zo. We willen allemaal gezien worden. En we willen allemaal bevestiging krijgen voor wie we zijn en wat we doen. En dit is een hele extreme vorm. In een tijd dat ook de luchtvaart natuurlijk nog zo ontzettend nieuw was. En zo eigenlijk. Het is natuurlijk eigenlijk het grootste metafoor en symbool wat je kan bedenken. De lucht ingaan, dat is van oudsher toch het zinnenbeeld van onafhankelijkheid, uit je situatie opstijgen. Autonomie, boven de zin. Nou ja, dat spreekt het daarom zo tot onze verbeelding, denk je? Ja, en dat geldt voor die vrouwen natuurlijk ook. Je leest omdat het niet kan? Hè? Omdat het eigenlijk, niet kan. En in die tijd was het echt nog wel heel. Die vrouwen vlogen over gebieden
waar niemand ooit nog een vliegtuig gezien had. Dus echt hele, waar mensen echt dachten dat er een godin uit de hemel neerkwam als er een noodlanding gemaakt werd. Dat is... Wat is dit? Een waarschuwing voor een noodlanding. Okay. Ja, we zien hier een kaartje inderdaad over een onontgonnen gebied. Die kaartjes zijn wel interessant. Waarom heb je ze opgenomen in het boek? Nou, eigenlijk, het was het idee van een goede vriend en een goede vriendin en meelezer van mij, Lisbeth. Zij is de dochter van een geograaf. En zij las mee en ze zei op een gegeven moment, eigenlijk zou je kaartjes erin moeten doen. Want heel veel mensen, ja, wie weet nou precies waar die anders is en hoe dat eruit ziet en zo. En toen dacht ik, wat een goed idee. En Lies had al zelf één kaartje gemaakt. Maar toen zat ik na 2 weken, was ik op een conferentie geweest en ik reed naar Amsterdam. En iedereen, een vrouw die ik niet kende, met me mee. En ik vroeg, wat doe je? En ze zei, ik ben cartograaf. Ja. Nou, ik heb nog nooit in mijn leven een cartograaf ontmoet. Maar daar zat Simone Haller naast me. Het moest zo zijn. Het moest zo zijn. En toen vertelde ik dat ik daarover nadacht. En zij was meteen iets van, oh, dat lijkt me leuk. En toen heeft ze dus expres ook allemaal kaartjes met de hand gemaakt, omdat in het verhaal is het Boas die de kaartjes maakt. Dus het moet helemaal geen computergestuurde kaartjes zijn, want Boas laat dit allemaal in de jaren 90 voor Noah na. En ze heeft dus ook ieder kaartje gedaan in de stijl van het verhaal. En ik ben er ontzettend blij mee. Dus ik had het. En ik dacht ook van, ja, het geeft. Ja, aan de ene kant geeft het ook heel erg de realiteit aan, maar aan de andere kant zijn het ook zulke beetje kinderlijke kaartjes, dat het ook, het doet me ook heel erg denken aan het land van Thea Beckman, de brief van de koning, zeg maar, het land vandaag genaamd. En dat vind ik eigenlijk er ook heel leuk aan, dat er ook iets heel sprookjesachtig in zit. Bij dit kaartje zit een heel leuk verhaal. We gaan het niet vertellen, maar dan weten jullie dat. Ja, waar is die boekhandel? Ja, inderdaad. Oh, de boeken zijn er. Oké, okay, de boeken zijn dus zo meteen ook te koop. En iets anders, een vraag die ook bij ons opkwam, is wat. Hoe moet je kijken naar angst in dit boek? Dat is een beetje een grote vraag, maar kijk, die vrouwen doen best wel gekke dingen in die tijd, maar ook de mannen trouwens, hè, laten we ze niet uitvlakken, die deden ook hele gekke dingen. Dat roept natuurlijk wel de vraag op waarom je zo met je leven zou spelen en ja, of dat eigenlijk mag. Het mag, dat vind ik wel. Ik denk dat ieder mens het voor zichzelf moet bepalen of dat mag of niet. Behalve als je vindt dat anderen je moeten redden. Maar ik vind dat op zich iedereen zelf mag bepalen of hij wel of niet met zijn leven speelt. Het was waanzinnig wat ze deden in die tijd. En ik denk wel dat. De reden om dat te doen was toch ook die brandende ambitie en die brandende wens om gezien te worden en om iets na te laten. En in die tijd was dat soort levensgevaarlijke stunts doen, of het nou in zo'n vliegtuig was of op die vleugel. Zij op een ander stuk ding gaat ze ook, hangt ze alleen maar aan een bit onder het, wat ze in de mond klemt. Ze doen de meest linke dingen. Maar ik denk dat ze allemaal enorm hun angst overschreeuwd hebben. En ook moesten. Als je dat niet zou overschreeuwen, dan kon je dit niet doen. Als je het boek leest, er zijn ook mensen die hun moed nodig hebben voor dingen waar ze niet zelf voor kiezen. En ja, ik vind dat een interessant spanningsveld. Ja. Er zijn mensen die moeten moedig zijn. Dat wordt van ze geëist door de tijd, door de omstandigheden, door de situatie. Ja. En er zijn mensen die aan een bit vrijwillig aan een vliegtuig gaan hangen. En heeft dat iets met elkaar te maken of helemaal niets? Geeft het ons ook hoop? Of is het een minachting voor het leven? Of snap je ik vind eigenlijk
bij al die vrouwen die pilotes werden, hoe angstig het ook, hoe levensgevaarlijk het in die tijd ook was, eigenlijk vind ik, heb ik nog meer respect voor het feit dat ze de angst, en dat vind ik ook iets waar wij ook allemaal een voorbeeld aan kunnen nemen, dat ze de moed hadden en dus hun angst overwonnen om af te wijken. En om af te wijken, om niet te voldoen aan het verwachte rolpatroon en om het risico te lopen dat je als manwijf werd gezien, dat je buitengesloten werd van de familie, dat je verstoten werd, dat je niet serieus genomen werd. Dat ze daartoe de moed hadden, dat vind ik eigenlijk een belangrijker item nog dan of je nou zo knettergek bent om aan een bit onderaan een vliegtuig te gaan hangen. Ja, dat vind ik een heel mooi antwoord. Dat is een heel ander soort moed. Dat is een ander soort moed, waarbij ik denk, daar zijn al die vrouwen, of ze nou fascistisch waren of niet, dat is iets en ook dat is echt wel iets waarvan ik denk, ja, maar dat is ook voor ons nu. Wij moeten nu ook de moed hebben eigenlijk om af te wijken en om op te staan als we onrecht zien. Of om in te grijpen als we iets zien gebeuren waarvan we denken, ja, maar dat kan niet. Ook al denk je dan, oma, we denken. Nou, dus dat vind ik wel het inspirerende aan deze dames allemaal. Dat, ja. Dankjewel. En dit waren de vliegtuigjes, hè, waarin ze dan... Nou, dit is het allereerste. Nee, dit is sorry, ja. Dit nee, is de gebroeders Wright, ja. 1903. Ja. Dit zijn de eerste meters die boven de grond gevlogen werden. En deze heren Wright vonden trouwens vrouwen veel te emotioneel om in een vliegtuig te stappen. Dat konden zij alleen. Maar goed, het waren fietsenmakers die eindeloos getrut hebben met allerlei... machines voordat ze dit als eerste uiteindelijk voor elkaar hadden. Ja. Mooi. Ja, we gaan ook naar de vragen. Ja, helemaal goed. Ja, sorry. Ja, Thea Beckman zei ik. Ja, fout. Je hebt helemaal gelijk. Tonkendracht. Even kijken. We hebben hier nog. Er zit nog een andere lijn in het boek. Oh ja. Dat gaat over de dierenverhalen. Maar ik zou eigenlijk naar de vragen willen uit de zaal. Tenzij jij hier kort iets over... Nou, dat is nog even heel leuk om te vertellen. Dat bij al die research... ik heb niet alleen research naar die pilotes gedaan, maar ook wel gewoon naar het fenomeen vliegen. Dus met Leonardo da Vinci en al die gekken die van toren sprongen en zo. En ook naar vogels en zo. Want daar bestudeerden ze allemaal. En zo kwam ik ook op een gegeven moment bij het verhaal van Cher Ami, een postduif die 200, in de Eerste Wereldoorlog 200 jongens gered had. En dat vond ik toen zo'n waanzinnig verhaal. Dat ik daar, toen dacht, daar heb ik gewoon een verhaal van gemaakt ook. En toen dacht ik, ja, maar dan moet ik meer verhalen doen. En ik had eerst verhalen van beroemde vogels. En toen kwam ik nog een verhaal van een vleermuis tegen. Toen dacht ik, oké, nou maak ik beroemde beestjes met vleugels van. En dat is door het boek heen gelardeerd. Ja, ik kreeg er zelf helemaal, maar ik weet niet of dat mijn interpretatie is. Een soort idee bij dat we nu ook het verhaal van de dieren eigenlijk niet zien in onze tijd. En dat je dat ook een beetje uit het donker hebt willen halen. Ja, ik heb ze allemaal ook in ik-vorm geschreven. Dus ik laat al die dieren zelf aan het woord. En een redacteur zei, de mensen komen er wel slecht van af. En ja, dat klopt wel. Als ik denk dat dat vanuit gezien hun perspectief precies niet onredelijk nee is. Ja. Nee. Zijn er mensen die... Ja, zeker. Dit is hard. Mijn finest hour. Ja, nee, dezelfde Lisbeth, die had een oom en die heeft ooit het Stampenmuseum in Antwerpen opgericht. Ik ben tegenwoordig heel erg anti-vliegen. Ik heb al 8 jaar niet meer in een vliegtuig gezeten. Maar zij zei, als je wil, die Stampenmuseum heeft vliegtuigjes uit 1945, 1947. Als je wil, kan je wel eens een tochtje maken. Nou, en toen dacht ik, dat moet ik natuurlijk wel doen. Ik ben zo 3 jaar lang aan het schrijven erover. Dus dat hebben we op een zomerdag gedaan.
Het vliegen was heel leuk, totdat hij zei, zullen we dan ook een paar stunts gaan doen? En toen had ik zoiets, ja, oké. Okay. Dus toen hebben we een stol gemaakt, een loop-de-loop, een barrel roll. En alles draaide en het duurde 3 uur lang voordat mijn maag en mijn hersens weer op zijn plek zaten. Maar het lijkt me eigenlijk ook hele nuttige research. Nee, zeker. Daarna heb ik de proloog geschreven. Dus het was heel erg nuttig en daarom heb ik het ook gedaan. Ik dacht van, ik moet dat toch, als ik de kans krijg, nou, dan moet ik dat gewoon doen. Ook al vind ik het doodeng en ik doe het nooit meer. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ja. Mooi. Zijn er mensen die vragen hebben? En we doen het dan zo dat, denk ik, dat ik de vraag ook even probeer te herhalen. Ja, ja, nou, ik heb eigenlijk niet zozeer een vraag. Als we dan om zeggen, ik vind het hele verhaal van Noah, die was vanavond eigenlijk niet zo aan de orde geweest, terwijl ik dat ook zo prachtig vind. Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. Ja. Woont, leeft, ja. De grond eigenlijk van. Ja, nee, maar Noah is, dat klopt ook. Noah is een heel belangrijk personage en haar ontwikkeling is heel belangrijk en bijzonder. En het is wat minder spectaculair dan de hele research over de vliegende vrouwen. Maar het is een goede aanvulling, dank u wel. En zeker goed om te zeggen, we begonnen wel bij Noah, maar we proberen ook altijd iets niet te bespreken. Omdat we hopen dat jullie, of omdat we gemerkt hebben dat het belangrijk is, dat we ook iets overhouden. Dus we proberen ook altijd een beetje om het, om het verhaal heen wat dingen met de schrijver door te nemen. Zodat het lezen van het boek hopelijk nog rijker wordt als je het gesprek hebt gehoord. En je benieuwd blijft naar wat eigenlijk de ontwikkeling van de personages in het boek is. Maar het is zeker belangrijk om te zeggen dat Noah een hele grote rol speelt. En ik hoop dat ook sommige van de dingen die we hebben aangeraakt, daar uiteindelijk weer een relatie mee aangaan als jullie het boek lezen. Ja. Is er iemand anders met een vraag of een opmerking? Ja, eigenlijk geldt hetzelfde voor de titel. Omdat uiteindelijk vond ik het prachtig dat muziek ook een hele grote rol in het boek speelde. En dat de naam ook de naam van het orkestje. Ja. Ja. Heel mooi. Ja. Er is ook nog meer te zeggen over de titel, maar dat herhaal ik niet. Nee, dat is nog helemaal, dan verraad je al een beetje een einde. Maar het verhaal wordt rond. Maar misschien is het nog wel leuk om even te vertellen, want sommige mensen denken dat ik de hele constructie van het verhaal, van hoe al die verhalen samenkomen, dat ik dat van tevoren heb uitgedacht. Maar dat is niet zo. Net als de lezer denkt op een gegeven moment, dat hoor ik van veel lezers, van hoe komt dit in godsnaam allemaal bij elkaar? Dat had ik ook bij het schrijven. Dat ik echt nog geen idee had. Maar het grappige is, en daar zijn die 4 boeken wel belangrijk voor geweest, dat ik een soort van vertrouwen heb gehad van ja, maar dat komt wel. Het komt uiteindelijk bij elkaar. Het is er al. Waarschijnlijk, toch? Ja, maar ik had nog geen idee van hoe het. En dat was een heel spannend schrijven, maar het is inderdaad wonderbaarlijk goed gelukt. Dus Ja. Iemand anders? Ja? Ja, ik heb het boek nog niet gelezen, dus ik zit gewoon helemaal geïntrigeerd te luisteren. Maar ik ben zo benieuwd naar de maatschappelijke positie van de vrouwen verder, zeg maar. Want het lijkt mij een duur iets. Hoe kom je aan een vliegtuig? Zit dat is een goede systeem ingebed? Of waren er ook burgervrouwen met rijke achtergronden die het op die manier zijn gaan doen? Het lijkt mij dat het uit heel verschillende hoeken kan komen dat je in zo'n vliegtuig belandt als vrouw. Ja, dat is een goede vraag. Wat de maatschappelijke positie van de vrouwen die aan het vliegen waren, van waren dat allemaal stinkend rijke vrouwen? Of, dat was namelijk ook wel een beetje wat ik dacht toen ik begon met mijn onderzoek, dat het eigenlijk een soort van hobby was voor vrouwen die van gekkigheid niet meer wisten wat ze met hun geld moesten doen. En dat was een van de verrassingen, dat ik ontdekte dat heel veel van die vrouwen helemaal geen rode rotscent hadden, maar van die gevaarlijke stunts gingen doen om hun vlieglessen te kunnen betalen, of die op andere manieren probeerden dat voor elkaar te krijgen. Dus dat was een van mijn veronderstellingen. Het zullen allemaal wel hele rijke vrouwen zijn, en dat was lang niet allemaal het geval. Ik denk van de meeste vrouwen die ik in mijn boek beschreven heb, dat helemaal geen rijke vrouwen waren, maar
dat ze daardoor wel dus vaak afhankelijk waren of van mecenissen of van regeringen. En zoals Maryse Hiels was enorm gelieerd aan de regering. En zij had het bof dat er een socialistische regering was. En Hannah Reitz die was gelieerd aan de nazi-regering. En zo, want dat was de manier om een beschikking over een vliegtuig te krijgen. Mm-hmm. Ja. 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 Het lijkt ook weer een heel organische stilte lijkt er weer te vallen. Dus dan zijn we eigenlijk rond, denk ik. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie komst vanavond naar Alba Linnaeus. We hopen dat we jullie ook zien. Oh ja, zo zagen ze er soms uit. Heel cool. Vliegeniersters. We hopen dat jullie ook op 2 november komen. Dan is hier Kobi van Baars om te vertellen over haar boek De Onbedoelden. Ik wil natuurlijk Saskia Goldschmidt ontzettend bedanken voor vanavond. En het ging dus over Kukuruznik. En ik wil signeren ook. Ja. Als het, als de jullie... doos moet nog even geopend. Okay. De doos okay. is al open. Okay. En, hoeveel kost het boek? Oh ja. Hoeveel? 24,99. En Saskia wil heel graag zijn. Hardcover. Een hele goede avond. Dank u wel.